Een huis dat al 16 jaar te koop staat. Het huis van John van de Vorstenbosch uit Heeswijk-Dinther. Hij wil het helemaal niet verkopen, maar toch staat het te koop, want anders moet hij zijn makelaar betalen. En daar heeft hij geen zin in. Ik dacht, ik kom terecht bij een huis dat 16 jaar te koop staat. Het zal wel een of ander gek bouwval zijn, wat niemand wil. Dat is dus inderdaad niet het geval. Nee. Maar goed, er zullen misschien wel meer mensen gedacht hebben van 16 jaar te koop, daar is iets mis mee. Maar er is niks mis mee. Door een samenwerking had John meer werkruimte nodig. En deze ruimte die was samen met mijn compagnon net te klein. En toen zeiden we van, weet je wat, ik zet het te koop, kijk wel wat het doet. Hè? En ja, dan kunnen we nog gaan kijken van, we vinden we ergens een passend pand. Maar dat werd niet gevonden. Daarnaast liep de samenwerking ten einde. En toen is eigenlijk de verkoop eigenlijk voor mij niet meer echt een noodzakelijk iets geworden. Reden om het huis uit de verkoop te halen. Maar daarvoor moet John de makelaar betalen. En daar zit hij niet op te wachten. En waarom zou ik dan niet zeggen van, nou, dan hou ik het maar in de verkoop. Ik kan niet voor iets betalen waar ik geen zin en waar ik niet voor heb. Geen geld dus voor de makelaar en dus blijft Johns huis wellicht nog eens 16 jaar beschikbaar voor kopers. Ja, een bijzonder verhaal. In principe is het huis dus niet te koop. Maar als iemand toch de vraagprijs wil betalen, dan wil Van de Vorstenbosch daar best over nadenken. De laatste keer trouwens dat er iemand kwam kijken is 12 jaar geleden.